Dat is wel echt de gekste studio die we ooit hebben bedacht. Gewoon midden in de kamer. Ja, toch? Maar ik heb altijd gezegd, vroeger zei Grootman, ik, al alles is filmbaar in deze ruimte. En komt er goed uit. Ja, je moet alleen niet bewegen, merk ik. Nee, je hebt niet geweden 40 de stoel. Een kruk kraakt, heel erg. Maar goed, hey, leuk dat jullie kijken naar deze voorbeschouwing op de Electronic Entertainment Expo. Het is lekker persoonlijk ook met die zonnebril. E3, nee, maar dat is om te visueel aanschouwelijk te maken dat het daar zonnig is. Ja, want ik heb de vooruitzichten gezien. We gaan echt weggebrand worden daar. Echt? Is het hittegolf? Nou, niet een hittegolf, maar het is Los Angeles. Dus het is altijd als normaal? Het is altijd gewoon gloeiend heet. Ja. Het verschil met daar heet en hier heet, is als het daar heet is, waar het altijd heet is, je komt ergens binnen, het is koud. Als het hier heet, je komt ergens binnen, het is nog steeds fucking heet. Ja, nee, maar zij investeren in zo'n ding dat heet airconditioning. Ja. En dat is echt bizar. Je vriest af en toe gewoon dood als je een kamertje binnenkomt. I know. En daardoor hebben wij nou veel meer regenval per jaar. En is het klimaat fucked up. Maar we zitten daar wel lekker cool. Hey. Voor jullie. Want hey. We doen het voor jullie. Ja, ja, ja. Ik kan me een keer herinneren dat ik echt mijn ballen eraf vroor. Een beetje in de Medal of Honor Warfighter kamertje. Ja. Dus toen in de E3, in de convention center, waar ze al airco hebben. En toen hadden zij een klein afgesloten kamertje waar ze nog een keer airco hadden. Wat dus vet. Een soort air conception, zeg maar. Mooi gezegd. Ja, het was echt vreselijk koud. Maar ja, de champagne was goed te doen. Dus, Oké. Okay. Nou, hey jongens, wij vliegen morgen naar Los Angeles. Morgen zaterdagochtend, dat je dat dus weet. Dan kun je ons gelijk volgen, want we gaan elke dag vloggen. Elke dag. En ook natuurlijk, je gaat het zien op Instagram, Facebook, Twitter, al die dingen. We gaan helemaal vol spammen van haha, wij zitten lekker in de zon en we gaan alle games checken, jullie niet. Maar we doen het wel met context, want we gaan het ook voor jullie doen om games te verslaan. En ik ga het aan het eind van deze voorbeschouwing nog zeggen, maar nu ook alvast. Als je ons op pad wil sturen, je hebt vragen voor jouw favoriete game, tweet op Instagram of Facebook dat even via hashtag GNE3. Of als je nog het ouderwetse medium der Emaille gebruikt. Emaille. Ja, dan kan je gewoon e3@gamersnet.nl. Kun je ons persoonlijk mailen, wij lezen dat en wij gaan op onderzoek uit voor jullie. Ja, dus stel je hebt een vraag over een game die daar getoond gaat worden of je wil echt iets weten. Nou ja, hit ons op en wij gaan voor jou die vraag daar stellen. Is heel leuk, is interactief en vinden de ontwikkelaars ook vaak leuk om van de echte fans te horen. Want wij kennen natuurlijk een heleboel games, maar ja, zijn we nou echt enorm goede FIFA of COD spelers? Nee. Nee. Dus hey. Nou, praat voor jezelf. En voor mij. Dikke 360. Ja, nee, kan seksueel. Oké. Maar ik heb hier, jongens, de agenda. Hij is ook te downloaden. Je kan hem gewoon bekijken. Je kunt zien waar wij op welk moment op welke dag zijn. Dat is heel vet. Want precies. Het is 9 uur tijdverschil. Nee, het is hier in Nederland 9 uur vroeger. Toch? Ja. Ja. Dus okay, als jij denkt van, joh, jullie zijn nu woensdag op de beurs. Waarom hebben we woensdag aan het eind van de dag nog geen item? Dat kan niet, want dan is het bij ons al bijna donderdag. Ja. Dus je krijgt op altijd de dag daarna, zo vroeg mogelijk, krijg je een item te zien van de woensdag. Dus dat krijg je dan op donderdag. Ja, de vlogs, maar natuurlijk daarnaast komen ook allerlei uitgebreide previews, video previews van de dingen die we daar gaan zien. En dit is ons schema, met alle games die we daar gaan zien. Ja, en we willen onze highlights er even uithalen. En we vragen jullie ook wat jullie game van de show van tevoren is. Kan ook achteraf natuurlijk nog wijzigen. Yes. Maar waar je het meeste zin in. Waar heb jij het meeste zin in? Sowieso, ik mag Mafia 3 checken, dat is heel tof. Sea of Thieves zou heel interessant kunnen zijn. Pokémon, de nieuwe Pokémon, Sun and Moon. Ja, ik weet niet, maar ik ben persoonlijk, ik hoop toch wel dat ik even bij Nintendo naar binnen kan sneaken om toch even de nieuwe starters te checken en zo. Ik denk dat je geen tijd ervoor hebt, maar dat gaan we wel zien. Nou ja, daar ga ik nu ook achter komen. Ik heb het hele rooster nog niet gezien. Nee, nou goed, een van mijn game of the shows is de game waar ik de show ook mee begin, dus woensdag. Ik ga namelijk als eerst naar Nintendo en dat betekent inderdaad Pokémon Sun and Moon, maar voor mij vooral betekent dat The Legend of Zelda. Wauw. Die we gaan spelen, jongens. We gaan gewoon de nieuwe Zelda spelen. Ja, op de NEX of de Wii U? Het is nooit helemaal zeker. Nee, NEX gaan ze niet zetten. Ja, oké. Ja, tenzij je me verrast, maar dat zou Nintendo, dat doet dat niet zo vaak. De kritische analyse van Peter Bouwman. Ja, maar goed, dat hebben ze gewoon gezegd. Ja. Vervolgens ga je al bijna hetzelfde tijdstip naar Warner Brothers. En dat is heel interessant, we gaan natuurlijk de Lego games checken, maar er waren, toen ik deze afspraak maakte, 2 unannounced games, waarvan er 1 inmiddels announced is. Ja, en dat is Injustice 2. Gaat Tom checken. Wacht, hebben ze nog steeds dezelfde subtitel? Nee, het is Injustice 2 punt. Gewoon niet Gods logo, anders. Dus tot niks anders. Oké, dus het is gewoon Injustice 2. Ja. Nou ja, heel veel DC-characters die elkaar in elkaar gaan trappen. Zou heel interessant kunnen zijn. Ik ben de Flash. En wij denken dat de tweede unannounced game van hun is Shadow of Mordor 2. Dat denken we. Dat weten we niet. Nou ja, hopen we ook een beetje. Want Shadow of Mordor was echt super vet. En ik wandel in Mordor. Er kleeft weer een ork dood onder mijn schoen. Dan vervolgens gaat Tom naar Electronic Arts en ik naar PlayStation. Even eerst over mezelf natuurlijk altijd, maar PlayStation is altijd een beetje godzegende greep. Maak daar afspraken, zie maar wat je daar gaat checken. Mijn doel is natuurlijk om Horizon te zien.
En heel veel VR shit. Ja, Horizon Zero Dawn is natuurlijk wel uitgesteld. Ja, maar hij is er wel. Ja, dat heb ik al confirmed gekregen. En wat jij gaat zien is Electronic Arts. Ga je focussen op 2 games. Niet op FIFA, want heeft Daniel in Parijs gedaan. Dat scheelt ons heel veel gezeik. Thanks Daniel dat je mij bespaart dat ik naar voetbaldingen moet kijken en luisteren en spelen. Dat hoeft dus helemaal niet. Maar goed, Battlefield 1. Hey, Titanfall 2? Hey, kijk, ja, dat zijn ze. Persoonlijk, ik allebei hype voor die games. Misschien nog wel iets meer van Titanfall 2 dan Battlefield 1. Oh, bashen. Oh, het is een COD-fan. Oh. Ja. Nee, maar nee. Titanfall 2 wordt echt gewoon super droop. Denk ik dan, hoop ik. Oké. Okay. Titanfall 1 was een hele goede shooter, alleen te weinig publiek. Ja. Vervolgens ga ik naar Final Fantasy 15, waar ik heel veel zin in heb, want die wil ik wel eindelijk wel eens een keer spelen. En jij bent zelfs op Xbox ook godzegend de greep. Dus check waar je checken kan. Oh ja. Dat is 3 uur lang gewoon de after hours van Xbox. Dus mochten er suggesties zijn van Tom, ga alsjeblieft dat checken, dan Dead probeer Rising ik dat... 4! Ja, Dead Rising 4 zou kunnen. Ik zou Sea of Thieves wel heel interessant vinden. De revival van Fable? Nee, het zal dat niet. Ja. Vervolgens gaan we naar, ik ga er nu wat sneller heen, dinsdag of donderdag ga jij naar Mafia 3, daar begin je ongeveer je dag mee. Ja, Mafia 3. En Civilization 6. Dus je hebt gewoon even 2K. Oh, wie wil mij even heel snel inlezen over Civ, want ik weet wat voor game het is, alleen ik heb er zelf nooit de tijd en moeite voor genomen. Nou, Koen, mijn co-host op maanden bij de streams, die speelt heel veel Civ 5, okay, die, honderden uren. Dus. Koen, hit me up, ik heb je hulp nodig en snel. Oké. Hashtag GN3. en ik ga naar PlayStation voor een unannounced titel, dan kan je zo, oh, unannounced PlayStation, waarschijnlijk gewoon indie game. Ja, heel veel indie games, alle PlayStation Plus games van de komende paar jaren. Ja, vervolgens ga jij naar Call of Duty Infinite Warfare. Oh, wat willen we allemaal weten van Infinite Warfare? Wat willen we weten? Laat het weten, hashtag E3 of E3 at Games. Let er wel op, waarschijnlijk wordt het de singleplayer. Wordt de focus op de singleplayer gelegd. Dus als je nou gaat vragen, welke gun game zit er nou in? Het wordt waarschijnlijk een campaign dingetje. Dus dat je dat even weet. Nou, dan is de grote moment aangebroken voor Ubisoft. En Ubisoft is een van mijn games van de shows. Wordt sowieso Watch Dogs 2. Niet omdat ik weet hoe het wordt, maar omdat ik gewoon heel erg fan ben van Watch Dogs 1. Ja. En dus ik heb ook heel veel zin in deel 2. Maar we gaan nog meer zien. For Honor. For Honor zou een hele goede kunnen zijn. Just Dance 5? Ja, zeker. Confirm. Door deals eerst. En Aisha Tyler ontmoeten? En natuurlijk GoFreeCon. Ah, ja. Nou, daar is heel veel sceptisch over op de site, maar dat mag je mag je vragen doorsturen naar Peter. Dat mag zeker, want we gaan hem checken. Dus laat je sceptisch horen. Ja. En ik vraag het wel aan de ontwikkelaar. Is het terecht? Hey, ze willen je weten. Hey, wordt het een goede game of wat? Ja. En ik sluit mijn dag op donderdag af met een Q&A met de guys achter Destiny. Nou gaan ze voor de E3 aankondigen wat de 2016 plannen zijn voor Destiny, maar het is al veel te lang stil rondom die game. Er zou al heel veel gebeurd zijn. Er zou volgens mij nu al een tweede Destiny of zo moeten zijn, of een tweede seizoen van Destiny. Ja. Dus dat is, waar blijft dat? Waar blijft dat? Dat is nog niet. Ik ga vragen over wat we weten. Vervolgens hebben we de laatste dag, de donderdag, ik ga naar de Xbox One versie van Minecraft. Die is al uit. Er is iets met Minecraft. Oh, is dat dan Augmented Reality? Ik denk dat het de HoloLens dingen zou kunnen zijn. Zoals je natuurlijk vorig jaar in de E3 persconferentie van Microsoft kon zien. Super vet dat ze gewoon een Minecraft wereld op een tafel toverden. Super gaaf. Als je dat kan zien, serieus, zo jelly. Sorry dat ik ga checken, want het is bij Xbox. Dan zou ik normaal altijd jou doen. Maar jij en ook bij Minecraft, omdat jij niks met Minecraft hebt. Nul, ik haat Minecraft. Maar Augmented Reality vind ik vet. Ja. Besje. Jij gaat naar Namco Bandai. De nieuwe Tekken bijvoorbeeld. Ja, oh, dat zou ook wel eens interessant kunnen worden. We hebben Dawn of War 3 hier nog aan het toe gaan en we sluiten de dag eigenlijk af met Deep Silver. Nou kun je Deep Silver zeggen van, ze komen een F1 game. Normaal gesproken dachten we bij de F1 game altijd, maar we hebben tegenwoordig Max Verstappen. Dus in één keer is F1 2016 heel belangrijk voor de Nederlandse markt. Ja. Dus daar gaan we heel erg hard op inlezen en heel erg hard op gaan. Ik heb toevallig een connectie met echt een Formule 1 fanatiekeling, dus ik kom er wel achter wat ik moet weten van die game om hem te checken. Nou, tof. En dat is een beetje onze agenda in het kort. Ja. Natuurlijk, er zitten nog wat andere dingen tussen. Dit waren eigenlijk een beetje de highlights, neem ik aan. Maar goed, er zijn veel meer games. We gaan hardware bekijken natuurlijk, we doen de gear tegenwoordig. We doen van alles. We kunnen kijken, langsgaan bij de gekste hardware producenten, bij de gekste game dingetjes. Virtual reality porno, maar dat doen we niet. Nope. Dat zou ik wel leuk vinden. Maar. Snap ik. Maar ja, je bent dan ook een smerig veentje. Maar goed. Jongens, we gaan jullie hulp vragen, nogmaals. Ja, e3@gamersnet.nl. Als je het via de e-mail wil doen, zoals Peter zo mooi zei. Als je een e-mailtje wil sturen met al je vragen erin, dan mag. Is je vraag iets korter of is het gewoon meer een leus van hey, ga dit doen, ga dat doen. Ook als je tips hebt voor dingen om te doen in Los Angeles, hit ons allemaal op. Je mag het onder in deze video laten weten, zowel op YouTube als op Gamersnet. Maar natuurlijk hashtag GNE3 en @gamersnet op Twitter. Dus @PeterGN en @TomKou. En je kunt ons overal... Alsjeblieft jongens, stuur ons op pad! Ja, maar dat vinden we echt serieus vet. Dat vinden we het leukste als we daar zijn. En die hashtags trouwens, die kun je ook lezen via Instagram en Facebook. Dus kun je overal kwijt. Ja, ook. Oh ja, tuurlijk. Hè. Tegenwoordig heeft iedereen alles hashtags. Iedereen heeft hashtags. En inderdaad, we hebben al... Hashtag iedereen heeft hashtags. Ja. Mooi. Hashtag. Maar waarom bestaat dat niet trouwens? Hashtag. Dat zal wel iets zijn. Oké.
We hebben al één plan, we gaan het nog niet vertellen, maar we hebben al één plannetje wat we gaan doen in LA. Maar we kunnen nog meer leuke dingen doen, dus stuur ons ook daar op pad. We hebben namelijk 3 dagen gewoon in de stad. Echt, zeg maar, een soort van vakantie. Nou, niet vakantie. We moeten wel 's ochtends dan wat editen, maar dan gaan we 's middags erop uit. En het is geen vakantie, want we doen het voor jullie. Dude, ik moet voor de Belastingdienst zeggen dat dit werk is. Oh ja, kut. Doen super hard werk. Ja, man. Lastig. In de zon met mijn laptop. I gewoon know, even man. Kan die helemaal oververhit raken. Dan moet je hem dus afkoelen door zelf vooral lekker een cocktail te drinken. Dat is wel precies wat mijn idee was. Ja, I know. Maar jongens, we kunnen het niet genoeg vertellen. We zijn er voor jullie straks in Los Angeles. Dus met de vlogs dagelijks. Allerlei previews van games. Geschreven en op video. We gaan heel de site volgooien met alles wat we daar gaan uitspoken. En vergeet niet de nacht van de persconferenties. Maandagavond kun je vanaf 1:00 of 6:00 terecht hier op gamesnet.nl. Ja, dan begint Gamesnet Radio. En dan gaan we de hele nacht door en alle persconferenties verslaan met Lennart en Daniel en de redactie die hier zit. Kort op één grote episode. Ze gaan ook bellen met ons. En ze gaan hele recaps maken van wat er allemaal is gebeurd. Mocht je een persconferentie gemist hebben, omdat je moet slapen. Slaapgebrek. Tentamens, examens. Papa en mama zeiden dat het bedtijd was. Ja. Nou, in ieder geval, als je zo'n pussy bent, dan heb je de recaps die door Lenny en Daan gemaakt gaan worden. En dat zijn dus eigenlijk gewoon wat heb je allemaal gemist van alle persconferenties in 1 korte video. Ja, tot zover. Wij gaan morgen richting LA. Bedankt dat jullie ons volgen. Dat vinden we echt super vet. Houd het vast. En we zien jullie aan de andere kant. See you on the other side. Nice. Concrete jungle where do we... Oh, dat is New York trouwens, kut. Was het maar in New York? Was maar en maar 6 uur vliegen en een vettere stad. Nee, ik ben meer van Los Angeles. I know. Lame. GTA 4 was beter dan GTA 5. Wow! What? Nee! Oh, nee, jij deed het! Oh, no! En zijn bril valt.